Dit is de verlengde van de Steenhoogse baan. En die komt uit op de Sliedra, de Vijfwijkenweg. Dat is de enige echte weg. Deze harde weg gaat over in een zandpad. Waar dan de mensen rijden, dat is het zand. Daar gaan we nu over naartoe. Hij komt uit eigenlijk in de Denariusstraat. Het is een mooie natuur hier. Ja, schitterend. Je kunt er even dwalen als je er hier is. Ja. Ik ben heel druk met fietsers, wandelaars, walkers. Ja. Die noem ik hier apart. Ja, die heel mooie stier, hè? Ja. Hier zit ook weer heel mooie roodvogels. Ja? Ja, sperwer zit erop, Robber. Sperwer. Ja, de valk zit er ook. Kijk, we moeten dadelijk hier links het pad in. Een zandpad. Ja, we liggen links en rechts op het park dat van boven stond. Oh. Dan hier links. We staan hier vandaag bij de locatie waar vroeger de galg van Oosterhout heeft gestaan. En dan moeten we rekenen dat we in het gebied zitten van boswachterij Dorst, omgeving Duiventoren. Ingesloten tussen de huidige Vijfeikenweg en de Plantagelaan. Aan het noorden, links de Vijfeikenweg, rechts gaan we de weg richting Dongeren. Zuidelijk zitten we tegen de grens aan van camping Het Haasje, voor de mensen die een betere locatie willen hebben. Het gericht van Oosterhout die heeft ongeveer gestaan zo tussen 1700 en 1800. De laatste gegevens die we gevonden hebben is rond 1810, toen was je al afgebroken. En zijn deel van de galg, waar we locatie voor staan, gebruikt geweest in gebouwen in Oosterhout zelf. De galg die stond eigenlijk aan de verbindingsweg tussen Breda en Dongen. En dan moeten we rekening houden dat we op een groot vlak heidegebied zaten. En de galg heeft ongeveer 7 meter hoog geweest. Een driepotige galg die in Nederland weinig voorkwam. En de galg was 7 meter hoog en 7 meter breed. Dat hebben we te weten gekomen naar aanleiding van een gevonden bestek in het gemeentearchief van Oosterhout en is later uitgewerkt door de studiegroep Het Gerecht van Oosterhout,
waarin zitting hadden onder andere de voormalige gemeentearchivaris Jan Broeders, de toponiemendeskundige Chris Buiks, ook van de heemkring Oosterhout. Verder zat er de amateurarcheoloog Mohamed Bouwi en twee mensen van Staatsbosbeheer, Jos Pelkmans en Suzy Evers en ondergetekende Bert Willem uit Rijen. Wij hebben aan de hand van oude historische kaarten de locatie kunnen vinden waar de galg heeft gestaan. En die stond namelijk op percelen die genoemd waren naar de galg. Het Mikkenbos, Galgenbos en Stakenbos. Dat is ook terug te vinden op de perceelsnamen die we gevonden hebben. Aan deze galg werden de stoffelijke resten neergehangen die van veroordeelden die op de heuvel van Oosterhout terecht hebben gestaan en ter dood waren veroordeeld. En de resten weer overgegeven aan de mensen als bepaalde losgeld werden betaald om stoffelijk overschot van hun familielid mee naar huis te nemen. Was dat niet het geval, overgeleverd aan de vogels des doods, ofwel aan de kraaien, de raven en de roofvogels. Een ander geval daarover is wel bekend, namelijk een geval aan de Galgenveld, de galg van Breda. Daar heb ik documenten van gevonden. Dat is een 17-jarige jongen, daar werd neergehangen en niet door de familie werd opgehaald of betaald. Dus die is helemaal opgevreten door de roofvogels. De studiewerkgroep had, zoals we al eerder bespraken, de locatie bepaald. Het onderzoek was zover klaar. En we hadden de gedachte om de locatie te markeren door middel van een soort herinneringsbord hoe dat de galg in het verleden daar is geweest. Toen kwamen we in contact met de werkgroep Open Monumentendag Oosterhout en die zaten met een probleem, want hun thema was monumentaal groen, ofwel monumenten in het groen. In samenwerking met de studiewerkgroep Het Gerecht van Oosterhout, de Open Monumentendag, is toen het plan opgepakt om de locatie officieel op te nemen in hun Open Monumentendag programma. En dat is verder helemaal uitgewerkt door een aantal mensen achter de schermen. Vervolgens is er een soort toneelact ontstaan in de geest van de rechtspraak rond Adriaan van Kampen, de bekende brandstichter uit Dorst, die een aantal brandbrieven in de regio heeft gelegd. Een aantal mensen van een podiumvereniging Ratatouille uit Oosterhout, een aantal collega's van gemeente Oosterhout en wat mensen die zich bereid vonden om mee te werken, hebben een toneelact in elkaar gezet en dat is allemaal uitgevoerd geweest. Open Monumentendag 19 september 1999 zijn toen de plannen verder uitgevoerd. We zijn begonnen toen met een act op de heuvel van de rechtspraakact van rond Nelly van Kampen, die dan de rol kreeg van Adriaan van Kampen. Die is daar terechtgesteld, opgehangen door de scherprechter van podiumvereniging Ratatouille. En vervolgens is haar stoffelijk overschot overgebracht naar de bossen van boswachterij Dorst en op de locatie waar we nu zijn van de galg. Daar is de vervolgact opgevoerd door de mensen van Ratatouille. Nadien is toen een onthulling geweest van het informatiebord door wethouder, de toenmalige wethouder Yves de Boer. En daar is toen heel de act mee afgesloten met een uitzetting van de galg door mij. Heeft gestaan namelijk het tekentje onder de tekst Het Gerecht van Oosterhout. Het tekentje is een teken van de galg en het hele gebied heet Het Gerecht van Oosterhout. En dat is ook de oude benaming die studiewerkgroep heeft aangenomen en inmiddels is opgeheven. Galgenbos. Galgenbos. Deze. En daar was. En links is ook een doorkortere pad en dat heet het Mikkenbos.
kijkt, hè. Dit. Ja. Wordt het volgens mij? Een afrijder gewoon. Ja. Dan rijd ik hem af. Anders rijd ik wel een stuk zo omhoog.